2018, 7 januari, het jaar kan niet beter beginnen als met de survival in Beltrum. Doet die gekke bakken, doet hij mee met de survival? Nee, tuurlijk doet de gekke bakken niet mee met de survival. Wij sponsoren de survival en met een hele goede reden dat we zelf niet mee hoeven doen. Het is echt het guur weer buiten. Het is niet, het heeft ook wel eens gefroren. Het is een van de zwaarste parcours van Nederland geworden. En dat moet je zien, jongen, die jongens. Slep met huizen door de bossen en hier, ik sta in het gebied. Ik zit natuurlijk warm in het busje. Ik ben een bakker, hè. Ik ben warmte gewend. Kijk, als je goed ziet. Zie je dat? Dat kan allemaal hier in de Achterhoek. Je mag het hele bos volhangen met boomstam, toon, lintjes en zo. Dat mag allemaal van de gemeente. Een prachtige regio hebben we toch. Maar hier slept die jongens aan de ren en vrouwen ook. Ze hebben ook jeugd. Ze doen echt. En dan, het is niks van mij weer wel. Ik ga er lekker op fietsje in achteraan. We gaan een broodje ei bakken met de bakkerij. En dan kan ik er mooi staan in dat keertje. Ik vind het allemaal best. En dan vind ik er wel eentje meer met de achternaam Stroet. Ja. We hebben de mafkees in de familie hoor. Erik, jongen. Ja, die kerel is helemaal niet wies. Even zo'n waarschijnlijk roze of geel shirtje even aan. Met allerlei sponsoren erop. Wie allemaal vinden hoe goed of die wel niet is. Wij ook. Erik, wij vinden je ook heel goed. Nee, en die loopt ook de sleet met een strakke boxer aan, van die sportschoentjes en dan door de bekken over het land. Echt tot de knieën in het dek en zo, stukken maar niks. Maar die kels die door dat, hè. En dan nog die houdhaken en dan nog hem de laatste survival is. En dan, dat is voor iedereen leuk, de tent in. Even met z'n allen een nieuwjaarsborrel drinken, ouder dan toch bunt. Goeie erin, goed smoesje om die zondag een keer van de bank af te komen. Op het Mariaplein, een hapje en een drankje. Oh, dat zijn erg gezond daar. En dan zie je ze allemaal. Ik kom zo uit zo'n bubbelbad. Heb ze ook. Dan gaan ze lekker in het bubbelbad. En dan zie je ze, jongens, we zijn allemaal kapot. Die drinkt 3 biertjes, die vallen achterover de tap af. Ja, mooi. Die vrijwilligers lachen zich allemaal kapot. Ja, wij staan daar heerlijk. Een paar biertjes. Zondagmiddag in Beltrum. Dat is fijn.